bezoekt scholen. Voor lesjaar 2014 afgesloten en One Minute in première. Hallo allemaal en fijn dat je kijkt naar je eigen journaal. Een quick veilig Suriname, dat wil jij toch ook? De No Quick Movement zet zich in om onder kinderen, jongeren en ouderen bewustwording over de gevaren van quick vervuiling te creëren. Tutu, de mascotte van deze organisatie, bracht vandaag een bezoek aan de RF Slotenschool. Tijdens de snoeppauze zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Tutu en Scrappy Way waren aanwezig om de kinderen op een kindvriendelijke manier te leren over de gevaren van quick. Zo werd er een verhaal voorgelezen over quick en konden de kinderen prijzen winnen door vragen over het quick-verhaal goed te beantwoorden. I Love Su heeft een nieuw merk gelanceerd, namelijk Tutu. En ze willen het promoten en op een kindvriendelijke manier de kinderen bewust maken van het milieuvervuiling en namelijk het kwikgebruik. Omdat hier in de buurt, vooral waar er zoveel scholen zijn, het kwikgehalte heel hoog staat. En ze willen de kinderen ervan bewust maken wat het allemaal met ze kan doen. Een groep leerlingen heeft dagen geoefend op het Body Music Challenge dansje en voerde dit vandaag uit voor de andere leerlingen. 1, 2, 3, go! Oh yeah. Het was gemakkelijk. We hebben het vanaf donderdag geoefend. Ja, maar het was gemakkelijk. Vandaag vond ik het wel leuk omdat Scrappy was gekomen en Tutu. En we gingen dansen en we konden prijsjes winnen. Juf Vanessa heeft een verhaaltje verteld en dat vond ik heel leuk. Vandaag hebben we geleerd over quick en je mag niet met quick spelen, want het is gevaarlijk. En over goudsvissen. Quick, als je het in het water gooit, is het slecht voor de vissen. Want als we vis gaan eten en er zit geen quick erin, is het niet goed voor ons en we kunnen ziek worden. Je moet nooit quick gebruiken, want het is gevaarlijk. En je kan dood en mee gaan ziek. Want het is ook niet goed voor het milieu. Quick is een zilverwit vloeibaar metaal dat erg schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu. Het wordt in Suriname veel gebruikt bij goudwinning. Veel mensen zijn zich nog niet bewust over de gevaren van quick en daar wil de No Quick Movement verandering in brengen. Na een jaar van flink voorlezen werd het voorleesjaar 2014 gisteren feestelijk afgesloten. 44 voorleeskampioenen werden door de Stichting Projecten tijdens deze feestavond in de bloemen gezet. Van de voorleeskampioenen werden 7 kinderen benoemd tot voorleesambassadeurs. Via een officiële ceremonie beloofden zij hun taak serieus te nemen en goed uit te voeren. Dit werd bevestigd met hun handtekening. Ze vroegen me of ik het eens ben om de kinderen van mijn district te laten weten dat dat lezen goed is. Dan heb ik gezegd ja. En dan ben ik leesambassadeur geworden. Mijn taak als voorleesambassadeur zijn, ik moet mijn functie moet ik gaan vertegenwoordigen op de Milo school. En die kinderen motiveren om meer te gaan lezen. We willen juist dat ze een bijzondere opdracht krijgen, omdat we weten dat de kinderen op Mulo juist veel meer moeten lezen en er juist minder zin in hebben. Dus dan is het juist belangrijk dat er iemand is, een jongere, net als hun, die zegt van hey, ga ervoor, ik ben voorleeskampioen geweest, ik ben nu voorleesambassadeur, jij kan het ook. De kampioenen werden in juli dit jaar al bekendgemaakt. Zij kregen toen de opdracht mee om op zoveel mogelijk plekken voor te lezen. Kinderen lazen niet alleen voor hun familie of klasgenoten, maar ook voor bekende Surinamers, het Korps Politie Suriname en zelfs voor president Bouterse en de First Lady. Mijn plannen zijn, ik heb al een paar uitgevoerd, ik heb al gelezen voor verschillende klassen van de school. En ook wil ik, als we een vleierlesuur hebben, meer met die meisjes in mijn klas gaan lezen. Als je met mensen praat, ze hebben niet echt nu
dingen ze niet echt van lezen. Ze dingen meer mobieletjes, telefoon, tv, app. En dan houden ze niet meer echt van lezen. Dan kan je hun bijvoorbeeld zeggen, lezen is goed, het bevordert je. Deze avond betekende het officiële einde van de Nationale Voorleeskampioenschappen 2014. Maar de organisatie stopt niet, want de start van de voorrondes voor de kampioenschappen van 2015 staan alweer voor de deur. Als je wil voorlezen, als je ook een voorleeskampioen wil zijn of misschien voorleesambassadeur wil worden, de voorleeskampioenschappen van 2015 starten nu. Nou, ik wil tegen de kinderen van Suriname zeggen, ga jullie meelezen, lezen vergroot je woordenschat en uit lezen is weten. Nadat het officieel gedeelte voorbij was en alle voorleesambassadeurs waren gehuldigd, was het tijd voor ontspanning met lekkere hapjes, muziek en dans. Ondanks dat de kampioenschappen van 2014 zijn afgelopen, is het wel de bedoeling dat de kampioenen doorgaan met boeken lezen. Daarmee kunnen ze ook hun leeftijdsgenoten motiveren om hetzelfde te doen. Het kinderrechtenverdrag bestond gisteren 25 jaar. In verband hiermee gingen de One Minutes in première bij TBL Cinemas. Hierover hebben wij vandaag een volledig verslag over hoe die première eruit zag. In opdracht van UNICEF zijn er 25 one-minute filmpjes gemaakt door 30 kinderen. Onder begeleiding hebben zij geleerd hoe ze dit moeten doen. Door het maken van de filmpjes zijn de kinderen bewuster geworden van hun rechten als kind. De viering gaat niet alleen om gezellig samen zijn, het gaat om die bewustwording. Bewustwording niet alleen van de kinderen uit, maar ook van de ouders. Er zijn rechten en ook plichten. Vanuit de ouders zou ik dan zeggen, laat een kind het kind zijn ervaren en beleven. Ik heb in het filmpje gespeeld waar kinderen recht hebben om te spelen. En ik heb ook gezien dat ik recht heb om te spelen in het filmpje zelf. Het verdrag voor de rechten van het kind heeft veel goede veranderingen gebracht in de wereld. Zo zijn er wetten aangenomen tegen kinderhuwelijken en wordt er hard gewerkt aan goede kinderzorg in vele landen. In Suriname zijn er nog wel een aantal punten waaraan gewerkt moet worden, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld, kinderarbeid en verwaarlozing. Ik vind dat recht op privacy niet goed is uitgevoerd, omdat bepaalde mensen kinderen geen privacy geven. Dus ze moeten altijd zien wat die kinderen doen. Kinderarbeid, je ziet het hier vaak, want je ziet kinderen op straat knippers verkopen, kranten verkopen en ik vind dat ze naar school moeten gaan. Na de One Minutes hebben de kinderen memory gespeeld over de rechten van het kind. Aan het eind werd een gezamenlijke foto gemaakt. Bidden door een diepe buiging te maken of jouw handen te vouwen. Jij mag bidden hoe dat gepast is in jouw religie, want jij hebt recht op eigen geloof en cultuur. Maandag vertonen wij een andere One Minute, het recht op onderdak en gezonde voeding. Nou, en de 10 minuutjes zijn om. Slaap lekker straks en
tot maandag. Doei!